de hele week hier op kop gevaren en ja, dat ging hartstikke goed. Vandaag geen goede race gehad. Ik kwam snelheid tekort. Ik had niet goede slagen, maar ook wel goede dingen uit de wedstrijd. Maar uiteindelijk kan ik het hier niet winnend afsluiten, wat ik graag had gedaan. Geef me nog een jaar om aan allerlei punten te werken. En op dit ogenblik ben ik toch blij met het brons. Maar voor volgend jaar geef ik het liefst nog een tandje erbij. We hebben nog een klein stapje nodig in materiaal. Fysiek een stukje, een stap. En ook wat de races varen. We hebben gelukkig het WK over 2 maanden in Nieuw-Zeeland. En dus nog wat ervaring daarin doen met racen. Een stukje matchracen. Dus het is allerlei area's, een tapje erbij. En ja, daar hebben we er wel vertrouwen in. Het is een optelsom. Het is een optelsom die uiteindelijk bepaalt ja, wie hier de beste is volgend jaar. En we hebben een goede startpositie. We stonden de hele tijd op zilver. En vandaag ging helaas de medal race niet zoals we dat wilden. En daarmee hebben we het zilver verspeeld, maar gelukkig gaan we wel met brons naar huis. We hebben heel goed gevaren deze week en vandaag ja, ging het gewoon niet de goede kant op. Maar het is heel goed om terug te kijken naar wat er wel allemaal goed ging en de leerpuntjes mee terug te nemen. En dat ligt vooral in de snelheid bij ons. Dus we moeten echt veel tijd besteden aan goed materiaal vinden. En desondanks dat we niet hard gingen, hebben we super goed gevaren. Eerder in dit jaar zijn we wel ook al hard gegaan, maar we hebben een aantal zeilen geprobeerd en zeilen weer apart gelegd. En we zijn nog een beetje aan het zoeken welk zeil we uiteindelijk willen gebruiken op de Spelen. Maar dat is nog een jaar, daar hebben we genoeg tijd voor om dat te doen. En voor het najaar staat sowieso snelheidstraining gepland. Dus we zijn erop voorbereid dat we daarmee aan de slag moeten. En dat bewijzen we nu ook wel in deze week. We moeten daar een stap maken. En dan kunnen we ook gewoon een evenement winnen hier. Het Nederlands team, ik denk dat we heel sterk staan. Een goede basis. We staan hier met 8 teams aan de start. Er komen 3 bronzen medailles naar huis. Helaas geen medailles voor de windsurfers of voor deze mannen. Ik denk een goed uitgangspositie. Iedereen werkt hard. En ik denk dat er veel kansen zijn. En je ziet dat het is hier nooit afgelopen. Dus we blijven werken met het team, elkaar ondersteunen. En ik denk dat we ook met het Watersportverbond, de sponsoren, staan sterk aan de start en we vechten door.